Goed, welkom allemaal. Het is een klein beetje droog, maar we hopen dat het zo blijft. Dan wordt het nog droog, toch? Ja, anders stoken we droog hier. Welkom op de demonstratie van EPS Uitlaten en USA Engines. En zoals de naam aangeeft, wij doen wat met uitlaten en we doen wat met Amerikaanse motoren. Die beide dingen hebben we hier verenigd. Wat u hier ziet is een oud Chevy Small Block. Nou, Chevy Small Block, dat is de meest gebouwde V8 ter wereld. Ontwikkeld in 1954 tot 2002 in auto's toegepast en wordt nog steeds nieuw gebouwd voor vervanging, voor boottoepassingen, voor industriële toepassingen. Dit blok stamt uit 1980, is een 5 liter. Eigenlijk niets bijzonders, gewoon een standaard small blokje. Uitlaat is wat nieuwer van datum. Wat u hier ziet is een katalysator en een zogenaamde schottendemper. Je ziet hier die raspuntjes, daar zitten wat schotjes in. Dus die uitlaatgassen die leggen een weg af door die demper voordat ze eruit komen. En per saldo heb je dan een politiek correcte uitlaat, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat klinkt zo tam als een brief zo ongeveer. Maar we hebben ook wat mogelijkheden om wat minder te laten politically correct we gaan er even mee spelen. Because it's all wat u environmentally gaat zien, okay. Dat is de tegendruk, de weerstand van die uitlaat. And he's going to en afhankelijk show, van het type uitlaat, kun je daar wat meer pressure wat difference. With the different exhaust. We gaan hem eens even starten en we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt en wat we eraan kunnen veranderen. And now he's going to start it and show different types of exhausts and the difference they make. So that's very quiet. Even de handschoen erbij aan. Nou, je hoort dat nu heel rustig en beschaafd lopen en ook als het dan gaat het allemaal heel goed. Wat je hier ziet is de weerstand, de tegendruk van het systeem. En dan gaat het weer, dan valt het wel mee. Nou, als ik daar twee dopjes op laat, dan doet het niet meer. Dat begrijpen jullie denk ik. Hè? Die motor, hè? Dat eigenlijk is zo'n motor een luchtpomp. Hij zuigt hier de lucht aan. Hij doet er een beetje brandstof bij, hij verbrandt het en hier komt die lucht eruit. Nou, hoe meer lucht je door die motor heen kunt halen, hoe meer vermogen die kan ontwikkelen. Deze uitlaat levert vrij veel tegendruk op. He, dus die motor die loopt op een gegeven moment gewoon, die smoort op die uitlaat. Nou, we gaan eens even proberen of we dat kunnen verbeteren. En we gaan eens even beginnen met een budgetvriendelijke oplossing. Nou, ik denk dat dat in deze tijden wel past. Budgetvriendelijke oplossing om die motor wat sneller te maken, vooral met een oude auto, dat heet een katvervanger. En een katvervanger is niks anders dan geen kat. En volgens de verhalen heb je minimaal 20 pk erbij. Dat gaan we nu eerst even proberen. Nice. Dit is een katvervanger. Iedereen die dus 100 euro voor dat buisje heeft betaald, die denkt van, goh, moest dat nou? Nou, bij die auto heb je dat buisje nodig, want anders past de rest van de uitlaat niet meer. Maar hier pakken we hem er gewoon tussenweg. Zo. En dat zijn er twee. Nou, als je goed luistert, dan hoor je dat hij iets meer klinkt. Hoe komt dat nou? Je haalt die katalysator weg. En die katalysator is niet alleen een ding wat gassen omzet, maar die zorgt ook voor een stukje demping. Dus als je een kat weghaalt, haal je een demper weg en krijg je dus wat meer geluid. Nou, we gaan eens even kijken naar onze tegendruk. Ik kwam net hier tot een uur of heen. Ik kom nu hieruit. Dus we zijn zo'n stuk aan tegendruk kwijtgeraakt door die katvervangers. Dus je ziet dat dat inderdaad wel degelijk verschil maakt. Dat is mooi. Maar we hebben nog steeds zo'n stuk over. Dus ja, er is nog ruimte voor verbetering, zoals de optimist dan zegt. Nou, we gaan eens even kijken of we de optimist kunnen helpen. Ik heb hier een zogenaamde cherrybomb. Dat is een Amerikaans sportdempertje. Dat is een open dempertje. En een open demper is een demper waar je gewoon dwars doorheen kunt kijken. Een cherrybomb. Een cherrybomb, heel goed. 10 punten, dat kunnen we in de zaal. Die gaan we er even opzetten en we gaan eens even kijken wat er dan gebeurt. Uitlopen. Zo.
Nou, twee cherry bombs. Klinkt die gelijk anders, hè? Hoe komt dat nou? Nou, even een duur woord. Hè? Zo'n demper heet een absorptiedemper. En een absorptiedemper bestaat uit een buis met allemaal gaatjes erin. En daarbuiten omheen zit wol. Steenwol in dit geval. Die wol is heel erg goed in het absorberen van de hoge tonen. Maar minder goed in het absorberen van de lage tonen. He, dus als je zo'n demper toepast, dan ben je de hoge tonen kwijt, maar je houdt wat lage tonen over. En dat hoor je ook. We gaan nog even kijken in de tegendruk. We kwamen net hieruit en we zijn dus weer zo'n stuk aan tegendruk kwijtgeraakt door het toepassen van die open dempers. He, dus ook daarvan kun je concluderen dat dat helpt. Maar we hebben nog steeds zo'n stuk over. Nou, we waren begonnen met een demper en een kat. Toen hebben we die kat weggehaald. Toen hebben we die demper vervangen door een open demper. Ja, wat moeten we nou nog doen? We gaan het even zonder demper proberen. Je hebt hier een buis. Hartstikke mooi pijpje. Er zit niks in. Dan gaan we er even op. Klinkt zonder dempers en dat holle geluid. Nou, moet je hier eens even goed opletten wat hier gebeurt. Zeg je dat? Nog één keer. Als je lang gas geeft, schiet hij eruit. Ik heb geen kat, ik heb geen demper en ik heb er zo bult aan tegendruk. Hoe kan dat, jongens? De lengte van de pijp. De lengte van de pijp. Wie biedt er nog meer? De diameter. Wie biedt er nog meer? Lengte en diameter. Nou, het is allebei goed. Het is een schitterend buisje. Echt super kwaliteit. Gaat minimaal 30 jaar mee. Is ook zeer geschikt voor een Ford Fiesta. Nissan Micra wel ook prima. En voor deze motor is het wel heel klein. Dat is heel duidelijk, hè. Dus het maakt niet uit wat je met dempers en katalysatoren doet. Als je er de kleine buis op zet, knijp je hem af. Dan moet een dikkere pijp op. Duidelijk verhaal. Dikkere pijp. Deze dik genoeg. Ja, moet lukken. Ja, goed. Maar dit is wat ze sidepipe noemen. Hè. Dit zit bij een Corvette onder de dorpel. En inwendig is dit een demper. En dus hier zit een binnenwerk in. Zijn we nog weer zo'n stuk tegendruk kwijtgeraakt. Hè? Dus we houden nu nog maar een klein beetje tegendruk over. En dus met dit soort dempers kan zo'n motor maximaal vermogen ontwikkelen. En dat is tenslotte interessant. En hij klinkt ook nog een keer lekker. Goed, ik heb nog iets meer geluid in de aanbieding. Zijn er mensen die daar niet tegen kunnen? Die moeten nu weggaan.